Welkom in Border Survival. In de vorige video hebben Justin en ik de Ender Dragon verslagen. Justin! Voor de wetenschap! Justin! Ja! Maar vandaag is Rick er weer bij, alleen weet hij niet dat wij dit gedaan hebben. Dus Justin en ik gaan hem mooi even trollen. Jongens, zijn jullie er klaar voor om de Ender Dragon te verslaan? Ik heb hem. Ja? Jij bent helemaal klaar voor Justin? Ik ben klaar. Jij bent klaar. Wij hebben in de vorige aflevering hebben wij hem gevonden, hè? Althans, een beetje. Dat is correct. Ja, een beetje. We moeten dat hele dolhof nog gaan vinden. Daarom. Het kan al heel gezeik worden. Rick, jij was er niet bij. Oh. Nee, dat klopt. Vandaag gaan we de Ender Dragon verslaan. Ik was in Spanje. En ik verwacht dat jij het gaat doen. Wil jij hem killen? Wil jij dus zeg maar degene zijn die hem vermoordt? Oké, nou, laten we dan gelijk in de boot stappen. Hier, dan ga ik hier met Justin. Hier is jouw bootje, Rick, hier, met het kistje. Ik heb al een boot. Oh, jij hebt een bootje, oké. Of moet het kistje ook mee? Nee, hoeft niet mee. Maar gaan we wel de XP verdelen? Nee. Ja, ligt eraan hoe die dat dropt. Kan niet meer, hè? Nou ja, drop maar 1 op. XP. Ja, ja ik vind dat Rick 1... de XP mag krijgen. Ja, vind ik ook. Ja, Rick mag de XP krijgen. Hoeveel XP is het meestal? Omdat Rick in volgende keer niet is, mag je alles ineens. 60 of zo, toch? Ja, Justin, jij bent vaker ben je er niet geweest. Oh. Ik ben er 1 keer niet geweest. Daarom. Nee, kijk, ja, nou, Justin en ik hebben ook bewust gewacht op jou met de Ender Dragon verslaan. Want we wilden hem eigenlijk al gaan proberen. Ja. We hadden eigenlijk geen tijd meer. Maar toen dachten we, het is lullig voor Rick. Want hij is er altijd bij. Ja. Dus dat had lullig geweest. Rick is vaker dan mij, dus ja. Nee, daarom. Dat klopt. Dus als Justin er nou niet was geweest, dan had het wel gewoon gedaan. Ja, sowieso. Ja. Oké, Justin, ben je klaar om de grote grot weer in te gaan? Ik haat die grot. Waar wij heel vaak dood zijn gegaan. Ja. Hadden we niet wat blokjes mee moeten nemen om daar ook te kunnen bouwen? Die heb ik. Ik heb echt steen, weet ik wat allemaal. Maar dan kunnen we daar ook nog hakken, hè? Ik ben letterlijk 3 minuten geleden gejoined. Ik heb niks. Heb je een bucket water ook, Rick? Ik heb niks. Ik heb echt niks. Ik heb... Maar hoe ga je dan die draak verslaan? Ja, maar ik heb wel een diamond zwaard. Ik zei nog, je moet een beetje... Volgens mij is die links. Ik zei nog, je moet een beetje voorbereiden, want we gaan vandaag de Ender Dragon verslaan. Ja, maar ik wil niet buiten opnames mezelf voorbereiden. Waar was het ook weer, Rick? Justin? Ja. Ergens hier een megagrot. Nee, volgens mij was het nog verder hierheen. Hier? Nee, dit is geen megagrot. Ergens hier is echt een megagrot. Ja, hier. Ja, hier. Heb je hem, Justin? Of niet? Is dit hem? Is dit hem? Ja, dit is hem niet. Maar wacht, misschien de andere kant. Misschien zit er een grap hier. Dat is een beetje een berg op. Oké. Okay. Nou, dit is een berg, dus ik gok. Oh, hier! Ik heb hem! Ik heb hem! Waar is hij? Hier. Hier is de grot. Hier is... Ja, dit is het. Ja, oh, hier. Is het? Rick, jij bent bij me? Ja. Oh, ja, dat is Rick. Ja. Gewoon Justin een beetje doorlopen naar die sneeuwberg. Wow. Want die moesten we naar beneden. Oké, wacht. Oh ja, hier ben jij, Justin. Oké, top. Hier is volgens mij dat water beneden. Ja, kijk. Rick, we moeten naar beneden springen. Je kunt het, Rick. Hier. We kunnen het. Wee! Baba! Dit hebben we helemaal voorbereid voor jou, Rick, in de vorige aflevering. Wauw, ook dat water zo, dat hier stroomt. Nee, dat is gewoon uit de dinges. Nee, hier zijn wij honderden keren dood gegaan. Oké, maar pak jullie wapens, jongens. Ik heb zelfs een schild bij me. Ik ben helemaal ready. Oké, jij mag mijn schild, Rick. Hier, neem mijn schild maar. Jij mag het schild. Hier is het. Oh, maar dit is easy, jongens. Ik heb het gevonden. Goed, oh, Rick. Oh, Rick, joh. Kijk, daar zit hij. Hey, lekker, Rick. Hey! Ik heb hem hoor, let's go! Je hebt hem hoor, let's go! Hey, ik heb wat kisten neergezet. Hey, er staan al wat kisten klaar en zo. Nou, laten we hier ook even zitten dan. Ja, doe even een spawnpoint zetten. Oké, nou, ik gebruik die voor jou wel, voor spawnpoint. Ik ook. Oké, let's go! Kom jongens! Ik zou zeggen, let's go! Daar gaan we! Hey, de portal staat te open. Oké! Hey! Hey! Let's go! Wat ga je doen, Rick? Jullie hebben hem al. Jullie hebben hem al. Nee! Wat zijn jullie stom, zeg. Waarom doe ik mee in deze opname? Doei! Oh, Rick. Ja, was ik vergeten te zeggen, maar we hadden in de vorige video hadden we al de Ender Dragon verslagen. Jongens. Wat doe ik hier dan? Dat vind ik heel grappig. Nou, we gaan het volgende deel. We hebben bewust gewacht om de End Cities te raiden en zo. We gaan nu een Elytra regelen en we gaan die blokken die we daar allemaal moeten hebben. Dat hebben we echt nog niet gedaan, dat beloof ik je. Dat kan ik je echt beloven. Ik ben weer terug. Links is gelijk zo'n portal. Daar moeten we even heen bouwen. Dus we hebben even wat blokken, want ik heb oprecht weinig blokken bij me. Maar dit is echt een leugen. Hier hebben we een grapje over gemaakt, maar we moeten oprecht nog dat andere ding moeten doen. Anders had je echt nooit die golden apple gegeven. Ik vind het niet leuk dat jullie dit doen. Ik vond het wel heel grappig. Het is wel goed gelukt, Justin, in de prank. Ja, ik zag in één keer dirt staan. En ik zag al die hekjes kapot. Ik denk, nee.
Ik was bijna ja, maar helemaal gedaan. Weg te gaan. Oh, ik vind het heel leuk. Hier, maak een dubbele trap. Oké, heeft iemand een trapdoor? Huh? Jussie, geef er ook een ventje aan mij. Nee, dan kom je nergens terecht. Geef er ook een ventje aan ons. We hebben niks. Ik heb er maar één. Nee. Waarom hebben we geen trapdoor? Jussie. Oh. Oh, Jussie is dood. Hoe ben je dood gegaan? Ik zie border. Oh, omdat je buiten de border gaat. Oh, dat meen je. We kunnen er helemaal nog niet heen, omdat de border van de wereld is niet groot genoeg. Nou, leuke aflevering, jongens. Oh, wacht, help. Maar dat betekent... Nee. Rick, help. Rick, help. Nee, ik heb een idee. Dan moeten we gaan bouwen. Dan moeten we niet via de portal. Dan moeten we bruggen bouwen. Oh, mijn god, help. Nee, maar dat werkt ook niet. Rick. Ja, ik weet het. Dat werkt wel. Oh. Wat we wat moeten doen, nou? We zijn gewoon bij de portal hier. In plaats van dat we gaan via zo'n porteltje gaan, moeten we gaan bouwen tot we helemaal bij zo'n ander eiland terechtkomen. Dat is oprecht een manier. Ja, maar, ja ik weet dat dat een manier is, maar dat is echt een poep manier. Ja, maar dat kan niet anders. Dan ga je net zoals Justin, ga je dood omdat je buiten de boorden terechtkomt. Ja, maar we gaan dus niet laten we dit doen. Ik heb geen blokken, niks. Nou gaan we hier nu hakken te plekken. Ik heb een golden pickaxe. Ja, die gaat snel. Dat is de snelste pickaxe die er is. Ja, die is ook heel snel kapot, man. Ik ben aan het hakken. Ja, ik ook. Au! Ja, jij wordt ook gehakt. Au! Justin. Justin staat hier bij de endpoort, maar heeft niks. Wacht, ik ga weer dood. Ik ga weer vluchten. Wacht, ik kom eraan. Nou, oké. Mijn pickaxe is of je kapot. Wat gaan we er echt veel meer blokken mee moeten nemen. Ik heb het echt nog gezegd van tevoren. Hebben we genoeg blokken? Ja, oh, hier. Ik heb een eigen pickaxe gevonden in de mansion. Oh, ik ga blokken hakken. Ja, ik zou je graag willen helpen, maar... Maar waarom doe je dat dan niet? Dat ik geen pickaxe heb. Ik ga dood. Oh mijn god, ik was bijna dood. Wat vind ik dit een saaie aflevering, zeg. Hoezo saai? Rick. Dit is toch leuk? Ik was echt hyped voor de end. Ik was echt hyped en jullie hebben dat van me afgepakt. Ik heb helemaal speciaal... Ik heb één opname ben ik in niet geweest. Eén van alle 20. En precies in die opname hebben we de hele track verslagen. Hey, ja, hoi. Hebben we al genoeg blokken? Nee, nee. Ik heb bijna een stack. Meneer Max snapt iets niet, denk ik. Wat? Justin, je moet even iron voor me haken. Wat snap ik niet? Ik heb niks. Ja, ik heb ook niks. Oké, ik ga vast bouwen. Iron voor me. Justin, ik ga hier iron. Ja, waar? Hier. Oh, hier. Justin, hier. Ik heb een pickaxe nodig, Justin. Oeh. Ik ben aan het bouwen, jongens. Goed zo. Dit wordt echt een mega lange brug, dit. Succes. Heb je een... Heb je ding is goed. Ik heb een crafting table. Maar heb je ook... Kan je een stone hakken voor een oven? Ja, dat ga ik even doen voor jou, Rick. Rick, ik doen. Ja, ik ben het aan het oppakken. Ja. Kan ik het doen? Nou ja, zeg je kool? Ja. Oké. We zijn er nog niet, maar ik heb een begin gemaakt aan een mooie brug. Is dat zo? Ja. Normaal kun je natuurlijk gewoon via die portal gaan. Alleen omdat wij die border hebben, jongens, dit is natuurlijk border survival als je dan te ver komt. Oeh! Wat? Gratis puntjes voor Justinus! Wat heb je dan? Dit kan ik niet hakken. Wat heb je? Justin, wat heb je? Kom op. Wat heeft Justin gevonden? Ik kan het niet hakken! Ik heb een Warden City. Huh? Oh, dat heb ik al heel veel gevonden. Ah. Jammer, joh. Ja. Ik ga wel even langs huis heel veel blokken halen, gewoon. Dan wisselen we het mooi af. Ah, creeper! Oeh! Hey Rick, heb je toevallig ook eten? Ik heb wel eten. Mag ik wat? Jazeker. Mijn best. Ja, achter hier ligt het. Ik ga blokken halen, jongens. Dus gewoon rustig een beetje alleen steken. Gewoon blokjes hakken. Meer niet. Rick, hier is allemaal ijzer enzovoort. Ik kom waarom hebben jullie zijn die ijzer aan het hakken? Oh, ja, ik heb zeg maar niks. Oh, jullie hebben geen pickaxe of zo. Max, ik ben al mijn spullen kwijt. Ja, dat is ook niet handig dat je doodgaat. Nou, ja. Ik zit weer in de boot. Kan je ook wat eten meenemen, Max? Ja. Ja, ik zou eten meenemen. Als ik helemaal thuis ben, dan neem ik blokken mee eten. Ik ga alles meenemen voor jullie. Ja, behalve liefde. Nee, dat hoef ik ook niet van jou. Je hebt mijn vertrouwen al beschadigd. Ja, maar Justin ook. Hey, ik haat spinnen, ik haat mijn leven, ik haat mijn... Hoe ga je nou weer dood, Justin? Heb je niet even spulletjes om jezelf te beschermen ofzo? Hoe hebben jullie de ente overleven met Justin? Ja, Justin heeft Ender Dragons zelfs gekild. Ja. Alleen, ik heb Max de XP opgepakt. Ik heb 68 levels. Justin, waar ben je precies dood gegaan? Ja... Ik was nu niet in de Ik neem echt gewoon alle blokken mee die ik een beetje kan vinden. Hebben we spullen weer? Jongens, ik kom met eten, ik kom met geweldige dingen voor jullie. Oké, ik kom weer terug. Ik heb blokken, ik heb eten, ik heb alles. Goed bezig, Max. Ja, hè? Heb je ook goud dan? Helemaal voor jullie. Hebben jullie in de tussentijd al een beetje dingen waarmee je blokjes kunt hakken? Ja. Maar... Maar... Dat is ook het enige. Ja. Je hebt nog geen blokjes gehakt. Nee, en eten.
Ik heb nu ik heb eten voor jullie. Ik heb gewoon eten voor jullie meegenomen. Wat niks heb je meegenomen? Brood. Heel wat brood. Hier, Justin. Justin. Sorry, Rick. Nee, je wou weglopen. Ja, ik vind jou gewoon best wel eng. Jongens, ik heb spijtig nieuws. Nou? Ik ga even een oliebol halen, dus ik ben zo weer terug. Oliebol halen? Ja, ik krijg een appje dat er een oliebol ligt. En... Jongen! Oké, ik ga even een oliebol halen. Succes. Neem van mij ja, mee. Je mag een hapje. Oké, thanks. Zullen wij in de tussentijd heel de end reden? Gewoon dat Rick weer er niet bij is. Ik hoor jullie nog, stommerts. Doei. Oh. Shit. Maar een goed idee. Ik ga in de kist, ga ik het eten stoppen voor jou en Rick. Oh, ik zie je nametag. Oh, ja. Dat is Rick zijn nametag. Nee, die van mij zie je ook. Onder je. Oké, hier is... Dit is jouw eten, Justin. Wacht, ik zou wel kijken. Jullie kunnen het een beetje samen verdelen. Ja, maar Rick heeft een oliebol op, hè. Hij heeft al genoeg gehad. Hier hebben jullie allebei genoeg eten. Zo, heb ik ook nog een beetje. Helemaal prima. Dan ga ik vast verder bouwen, oké? Oh, waar was je nou? Ja, gewoon hier, hierboven. Gewoon hier naar boven, Justin. Ja, ik ga intussen dat gewoon verder bouwen. Ik heb heel veel blokken meegenomen. Ga een mega brug bouwen. Want ik ben bang als we weer via de portal gaan. Nee, gewoon vier breed. Ja, allemaal een beetje mooi. Daar hebben we helemaal geen blokken voor. Nee, ik ga, want het ding is, ik ben bang als we weer die portal doorgaan, dat je weer doodgaat, omdat je buiten de boorden terechtkomt. Als je buiten de boorden terechtkomt, jongens, dan ga je dood. Zo is Justin net dood gegaan. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat we eenmaal bij zo'n eiland zijn. Zeg, de meest rare manier om naar een eiland toe te gaan is gewoon een brug bouwen. Oké, het eiland is bijna helemaal niet meer in zicht, dus ik ben echt gewoon in the middle of nowhere nu. I'm coming. Ja? Yes. Ja, heel lang duurde voordat je bij mij bent. Ik ben echt al ver... Ik vraag me af of ik überhaupt al bij van die eilanden terecht gekomen. Volgens mij hoorde die gewoon uiteindelijk... Ben je doorgegaan bij de straat? Ja, als je spant gewoon... Nee, gewoon van waar je spant. Op dat obsidian platform. Oh. Vanaf daar heb ik gewoon gebouwd. Jezus. Ja, het gaat echt absurd ver, dat pad. Nee, ik ben nog steeds niet bij de eilanden terechtgekomen. Ik vraag me af of dat wel gaat gebeuren. Ga je dan wel de goede kant op? Ja, het zit er rondom. Het zit er 360 graden omheen. Je komt eraan, hoor. Heb je even? Doe je ding. Doe je ding. Hé, hey, is de man met de oliebol. Hé. Hey. Smaakt die? Is je oliebol lekker? Ja, hij is nog steeds lekker. Mijn blokken zijn bijna op en we zijn er nog steeds niet. Hoe ver moet je bouwen? Ik ga bijna op mijn reserveblokken, jongens. Deze hele brug. En dan zijn de blokken alweer op. Gaan ook de dirt heb ik nog. Maar mijn pink begint pijn te doen van het shiften. Ik ga denk ik gewoon weer terug. Hoezo? Nou ja, ik kom wel heel gezellig naar je toe, maar als je geen blokken meer hebt, moet ik ook weer terug. Dan ben je helemaal voor niks heen gelopen. Oh, ik weet niet wanneer ik er ben. Oh! Wat doe je, Rick? Ja, dat gaat niet goed. Ik kom zeker in de lava terecht. Nee, ik kom in één keer in een cave met 18 creepers. Max, ik wens je veel succes straks met de Enderman. Is Dani denk ik een stuk of 300 op een rij? Op dit pad. Het is echt niet te doen. Ik ben weer in die hele grote... Oh, hier ook. Jongens, ik kom ook nog steeds geen eiland tegen. Ik ben echt al ver. Ik denk dat ik echt al... Wat is het? 600-700 blokjes ben aan het bouwen ben. Ik ben nog steeds niet bij een eiland. Nou, ik denk dat ik wel 700 blokken inmiddels heb geplaatst. Leuk, ik ben nu echt mijn reserveblok aan doen, want ik ga nu gekleurde concrete of terracotta ga ik plaatsen. Je ziet nog niks. Ook niet eentje rennen, dus als je omhoog gooit. Ik zie letterlijk Void. Ik zie de border. Oh, nee. Ik zie de border, maar nog geen land. Dat meen je. Ik heb helemaal naar de border gebouwd en er is hier geen land. Welke er is hier niks. Oh, hij is deze kant op. Nee, Rick. Ja, ik kom eraan. Nee, Rick, doe maar niet. Maar hoe moeten we dan ooit al die andere enddingen gaan verzamelen als we geen eiland tegen kunnen komen? Maar de border is nog wel even... Maar misschien moeten we met een trap doordoen in plaats van met een enderpearl. Ja, dan gebeurt er hetzelfde. Nee, dan ga je er doorheen en dan kom je achter de dinges, kom je uit achter de border. Ik vind dat jij het even moet testen, Justin. Dat vind ik dus ook. Ja, jij hebt de minste levels. Test het maar even. Ik heb 5 levels. Als ik deze hele brug voor niks heb gebouwd, word ik echt boos. Mijn blokken zijn officieel bijna... Nou, ze zijn officieel op en ik zie de border gewoon. Er is hier niks. Ik zie de eilanden! Ja? Achter de border! De eerste eiland... Wacht, ik ga mijn reddendist hoog zetten. Oh, dat werkt niet. De eilanden zijn daar. Achter de border, dat meen je. Hoe ver heb jij gebouwd? Ik zie ja, echt absurd ver. Echt absurd ver. Rick, het duurt gewoon 5 minuten. Ik zie nu... Ik zit nog steeds bij de deep slate. Ik zie... Ah, nee! Nee! Vaar je eraf? Nog niet. Het zit er met achter je aan. Ik blok ze nu, Neo. Nee, Rick. En ik heb ook niks meer. Ik heb geen blokken meer. Ik zie de eilanden, maar achter de borden. Daar kunnen we toch niet komen dan? Oh, Max. Ik ben nu pas bij dirt. Oh, dan ben je er bijna. Als je dirt, dan ben je er bijna. Help, alsjeblieft. Kan je daar een soort gebouwtje nee, bouwen? Nee, mijn blokken zijn op. Jij hebt blokken, toch? Niet. Ja, ik heb blokken, maar ik ga hartstikke dood. Zit ze achter je aan of zo? Ja. Ik ben nu weer bij stoom. Ik ga water plaatsen hier. Ik plaats water.
Daar ben je veilig. Ja. Daar ben je veilig. Ik heb toevallig water bij me. Doe dat alsjeblieft. Ik ben nu bij concrete. Ik zie water. Doorrennen. Doorrennen, Rick. Ik zie water. Doorrennen, pas op. Die dingen duwen je eraf. Rick. Oh mijn god. In het water. Oh. Ah, nee. Slaam. Slaam. Doe kalm. Oh. Oké. Nou, Rick, kijk. Daar zijn de eilanden daarachter. Oh. Bouw even een platform hier. Ik heb even een platform. Oké. Goed zo. Dit was zo eng. Ik wil nooit iets groter nog. Meemaken. Iets groter nog. Oké. Okay. Oh, nee, dat meen je niet. Dat is er. Ja, ik hak 5 ook blokjes, ren helemaal weer terug naar de portal. Moet ik 6 nodig hebben. Dus, waarom heb je... Oh, we zijn veilig, toch? Waarom keek je ze aan? Ja, dat ging echt per ongeluk. Oh, oké. Okay. Oh, wat doen we nu? Hoeveel blokken heb je? Ik heb nog 6 blokken. Oh mijn god, maar kijk, daar zijn eilanden, zie je? Ik ga wel verder bouwen. Ja, we hebben er niks aan, want die boerder is daar. Ik bouw even wat verder. Oké, bouw maar even verder. Kijk maar hoe ver we komen. Ik neem het water mee, oké? Ja, is goed. Maar ik vraag me af, hè. Ik ga zo meteen testen of we daar doorheen gaan en kijken of we doodgaan. Maar, al ben ik daar, moet ik wel iets hebben. Heb je niks? Nee, maar dat maakt niet uit. Als jij het getest hebt, dan weten we dat het veilig is. Ja, dan komen wij ook. Oh, maar dit is nog ver, Rick. En het is zo ver achter. We kunnen toch niet zoveel blokken nog verzamelen? Je bent bij de border, hier. Wacht even, ik heb nog 6 blokken, wacht even. Ja, maar daar heb je niks aan, want je kan er maar 4 gebruiken. Ja. Kijk, hier is iets. Ja, maar we moeten ook een end city vinden, dat is het hele ding. Het moet een end city zijn. Nou, laten we teruggaan. Mag ik mijn spullen aan jou geven? Nee, dat ga ik niet vertrouwen. Nee. Oké, kom, let's go. Oh, rennen. Gewoon rennen en naar beneden kijken. Kan ik hier gewoon doorheen rennen of duwt hij me eraf? Gewoon rennen en naar beneden kijken. Max is boos. Hij is helemaal niet boos als het toch hoort. Nou, we komen terug, Justin. Geef ons heel even. Hoe lang? 5 minuten, denk ik. En dan zijn we er. Joep. Nee, niet eens. Misschien 3 minuutjes. Ik ben dood. Okay. Ja, zie je, het kan niet. Als je door die portal gaat, ga je gewoon dood. Oh nee, omdat... ik ben een pannenkoek. Wat dan? Erg, had voel eigenaar. Justin! Alweer. Letterlijk alweer. Ja, maar ja, dat had ik niet gezien. Justin, je bent niet... Maar ik heb iets gezien. Ik zag blok. Ja, tuurlijk. Nee, alleen je bent buiten de border, dus dan ga je dood. Ik heb het wel gezien. Ja, maar... Ja, we moeten gewoon de border eerst groter maken voordat we de enten verder in kunnen. Dus laten we maar naar huis gaan. Kijken wat we nog meer moeten doen. Ja, maar we zijn achter dit gekomen, dat is belangrijk. We moeten nog het Prismarine, hè? We hebben nog niks van Prismarine. Ja, oh, dat kunnen we... Dan... Nee, daar heb ik ook geen zin in. Naar een zeetempel. Jongens, het zou toch moeten. Wacht, Rick, kunnen we niet gewoon /trigger lobby? Oh, dat kan niet in de end. Maar dan komen we ook hier weer terug. Want je dat kan ook niet in de end. Blijkbaar. Dit vind ik eng, deze Enderman hier. Ze doen me er bijna af. Oh, ik shift er even langs. Zoveel spullen. Nou, we zijn weer veilig terug. Dat was wat. Nee, Max. Oh, Max. Heb je nog blokken bij je? Max. Ik ga maar. Sorry. Ik vanaf, hè? Sorry. Ik had je er vanaf kunnen gooien. Ja, dat klopt. Maar ik heb 68 levels. Ja, dat maakt me niet uit. Wat is er, Justin? Ja, ik dacht, ik ga eventjes bij de endportal /trigger lobby, ja? Even kijken, kom ik terug bij ons huis. Ja, maar we gaan toch terug naar huis. Ja, dat wel, maar... We hoeven hier niet meer te zijn, dus ik denk dat het ook versneld is voor ons, Rick. Huh? Riesman, het bed is gesloopt! Oh, ja, dat ben ik geweest, sorry. Oh, ik ben ook bij ons. Nou, ik ben ook thuis. Hey, leuk. Hey, nou wat moeten we nog doen? Ik zie wat puntjes die we kunnen verzamelen. Even kijken. We zitten al bijna op 90%. Wat kunnen we kijken? Ik wilde die purper blokken en zo. Purper pillen, weet ik wat allemaal. Maar we moeten ook nog inderdaad de prismarine blokken. Daar kunnen we echt heel veel mee doen. Maar ik hoorde net iemand zeggen, dezelfde persoon die zojuist net iets zei, dat je daar echt helemaal geen zin in had. Nee, maar we moeten ook, we kunnen een energy chest maken. Hebben we daar de dingen? Oh, we kunnen inderdaad wel een ender chest maken. En... Hoe komen we aan chainmail eigenlijk? Kan je niet, ja, dat moet je vinden volgens mij. Hebben we ergens bloemetjes, jongens? Nee, wat, ja, wat wil jij doen? Wat wil jij maken? Een puntje scoren. Een flower pattern. Wat? Ja, dat. Van 1 bloemetje. Meer heb ik echt niet nodig. Gewoon zo'n... Wel een witte. Zo'n Odesie. Oh, flower charge. Een banner pattern wil je maken. Ja, die ja. Oh, gewoon een bloemetje heb je nodig. Ja, maar wel die die Daisy. Oxidaisy. Weet ik veel. Ja, Gaat even slapen. Jij speelt ook echt Minecraft.
Oké, je hebt gewoon een bloemetje. Maakt niet uit hoe die eruit ziet. Jawel, een oxidaisy. Hoe ziet een oxidaisy er nou weer uit? Ja, een wit bloemetje met een geel stipje en een groen stokje. Hebben we die überhaupt al een keer gevonden? Nee. Vast. Nee, die hebben we niet. Oh, jongens. Oh, nou, die moeten we er nog. Gaan we, wat is, ik weet ook niet meer wat het doel nu is. We hadden als doel moesten we... Een ennetjes, ja, hebben we daar nee, hebben de ook bloemetje hebben we als voor. Goed is al. Het moet er ergens zijn. We dan moet hij in het monumentenhuis liggen. Ja, dan heb ik wel gekeken, maar ik kan niet vinden. Dan is die Pleitos. Zet. Er is een die van gemaakt. Oké, okay, Rick, maak jij een ennetjes? Ik ga een bloemetje voor Justin zoeken. Ja, waarom moet... eens even. Ja, jij wil je ennetjes maken. Nee, ja, jullie met je oliebol. Jullie... Er is niks mis met mijn oliebol. Hij was erg lekker. Ik ben bijna niet geproefd. Gelukkig nieuwjaar alvast, mensen. Ik ben gewoon zo'n bloemetje voor jou aan het zoeken, Justin. Ja, dat vind ik wel lief. Ik gewoon niet, hè, Justin. Dat vind ik ook lief. Bloemetje. Misschien moet je me roepen, Max. Bloemetje! Bloemetje, hallo! Waarom roept hij je? Hey, ik heb hier een Ruined Nether portal. Heb je obsidian nodig, Rick? Ja. Dan kan ik hier toevallig hakken voor jou. Ben ik en een bloemetje en obsidian aan het regelen. Maar ben je toch ook een toppetje? Dan ben ik ook een lieve jongen, hè? Hebben we een enderpearl ergens? Ja, die moet je zelf regelen. Dat meen je niet. Ja, ja. Maar alles wordt voorgekoud hier, hè? Waar zijn al die ender dingen die jullie hadden dan? In de portal! Nee, in het huis van... Oh, ja. Poephuis. In het kakaohuis. Ja, kakaohuis. Kakaohuis. Max? Waarom staat er niet? Welkom terug, Rick. Oh. Hoeveel heb je nodig? Hoeveel zit erin? Oh mijn god, ik had toch gewoon letterlijk hier de Dragon Egg kunnen zien. Ja, klopt. Ja, daarom waren we ook waarom staat hij ook zo? Waarom staat hij ook zo slecht op tafel? Nee, dat is een magisch ei, dat was het verhaal. Oké, okay, ik heb voor jou 8 obsidian. Dan ga ik alleen nog zo'n bloemetje vinden. Wat was zijn naam ook weer? Oxidaisy. 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 Als je andere vindt, niet meenemen. Niet meenemen. Het moet een oxidaisy zijn. Ja. Op zich, andere kunnen we ook wel gebruiken. Dus neem nee, Rick, hou je mond nou en even. En tulpjes mag je ook meenemen, want die moeten we ook nog steeds. Ja, maar die heb ik nog niet gevonden. Ik zie daar een wit bloemetje. Ik weet alleen niet of dat een oxidaisy is. Volgens mij niet. Dat is je krom? Ja? Nee. Nou, dat is hem niet. Dat is een recht bloemetje. Het is een recht bloemetje. Dat denk ik dat ik hem zie. Echt? Ik zie er denk ik één of twee zelfs. Het is een ik ben onderweg. Ja, ja, volgens mij zijn dat ze daar, in de verte. Het zal toch niet. Het zal toch niet, hè? Ik heb er ook één! Nee! Dan meen je. Ben ik helemaal hier? Ik ga zelfs hoppatee! Nog... Oh mijn god. Ja, er stond ook maar één bloemetje. Oh nee, dan meer. Oh, ik ga ze even goed, ga ik ze ophalen. Hé, hey, een trident. Misschien dat ik dat dan kan pakken. Dat zou het zijn. Als in, ja, ik moet hem wel nog killen en hopen dat hij hem dropt. Maar de kans is altijd... Ah! En dat ik niet dood ga. Ah! Nee! 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 Ik ben dood. Met 68 levels. Max. En met obsidian voor jou, Rick. Maar dat was de bedoeling. Jullie zijn ook allebei... Ja, dat was de bedoeling. Ja, bij mij was het ook de bedoeling. Oké, jongens, ik ga even 2 puntjes scoren. Doe jij 2 puntjes naar scoren? Ik ga 2 puntjes scoren. En het ding is, voor jullie kijkers thuis, we moeten namelijk de border weer groter maken zoals gewoonlijk. Alleen dat doen we door objecten te verzamelen die we nog niet hebben. En dan kunnen we eindelijk naar de end gaan om die grote eilanden te raiden. Dan kunnen we die end cities, kunnen we die Elytra krijgen en zo. En dan is Justin goed bezig daarmee. Nee, laat maar. Ik was blind. Hadden we toevallig een enchanted golden apple, hadden we die al? Nee, maar die kan je ook niet craften. Ik hoop dat mijn spullen niet zijn gedespant. Want dan zijn we weer een pickaxe kwijt met een goede enchant. Met een silk touch. Oh, hier is het water. Het is goed, ze liggen mijn spullen ergens in dit water. Het zal toch niet? Ik geef het op. Bedankt. Spulletjes? Ja, ik heb gezien. Mijn spulletjes! Ze liggen er nog! Oh, ze liggen er nog! En ik heb 7 XP overgehouden aan deze. Ik ben van 68 naar 7 XP gegaan, jongens, het spijt me. Maar ik heb wel jouw obsidian, Rick. Daar ben ik blij mee. En ik ga je bloemetje meenemen, Justin, ook al heb je hem niet meer nodig. Voor het idee. Voor het idee dat ik niet voor niks hierheen ben gegaan. Bij deze, het bloemetje. Een oxidaisy. Ik heb hem. Ik heb hem gewoon. Hadden we dit bloemetje al? Ja. Even kijken, kan ik hier nog meer dingen doen? Nee, alles is hier al gedaan. Stom, hè? Ah, heel stom van jou, dit. Hebben we Karin op zin in, jongens? Hebben we dat? Ja, dat hebben we, natuurlijk hebben we dat. Echt? Ik kom in huis. Dan, waar hebben we dat? Kunt u mij leiden naar dat plekje? Nou, gewoon, ergens in een kist misschien. Oh, hier is 6, ja. Oké, dan heb ik alleen nog eens 3 glowstone blokjes nodig. Glowstone? Moet je even naar de spannende netherportal? Nee, maar die hebben we ook nog wel. Nee, maar die hebben, die maar wat ben je aan het doen? Nee, ben je nog een bennenperten aan het maken, Justin? Nee, die krijgen die anger. Anger? Respawn anger. Oh, anger. Respawn anger. Een boze respawn anger. We hebben geen glowstone. Heel boos. Ja, ik heb er 2 dust. Ja, maar dat is niet genoeg. En hier nog 2. Ik heb nu
één blokje. Ik heb nog twee blokjes nodig. Ik ga wel voor jou halen, Justie. Echt? Ja, aangezien jouw jij in de nether is niet zo goed. Ik ben bijna thuis. Au! Een pufffish. Ik ben bijna thuis, jongens. Ik ben bijna thuis. Au! Ja, sorry. Ik werd aangevallen door pufffish. Rick, ik heb cadeautjes voor iedereen meegenomen van mijn nieuwe avontuur. Ik kom terug van weg geweest. Dus komen jullie... jij bent zeker naar de nether, Justin. Nee, ik ben in de nether. Ik drink de lobby even te koekloeren wat ik okay. ga doen. Kom gezellig terug naar de normale wereld. Kom even koekloeren. Ik heb alles voor jullie, jongens. Alles wat jullie hartje begeert heb ik. Echt? En ik vraag er maar één ding voor terug. En zodat we hier gezellig even met z'n drieën gaan slapen. Ik zet de bedden klaar. Laten we even slapen. Oké, jongens. Kijk, Justin, ik heb voor jou de lang verwachte Oxidaisy. Ah, thanks. Die had ik nog niet. Rick? Ja? Voor jou, jongen. Moet je zien. 8 obsidian. Wow. Killen we die man daar. En 1 enderpearl. Oh. Ja, maar die heb ik ook nodig. Nee, Rick had hem harder nodig. Ik heb er ook één. Rick had hem harder nodig. Het was er maar één. Het was er maar één. Justin, ik heb ook wat voor jou. Heb je er nog één? Deze twee bloemetjes. Heb je een ender chest, Rick? Nee, ik moet nog een Oh, die ligt hier. Kijk, kom maar. Kijk, die ligt hier. Vraag me niet waarom, maar waarschijnlijk ligt dat hier. Waarom hebben we... Zit hier met een ladder? Ja, ladder, want we hebben een kist op een kist. En in de kist op de kist zit niks. Nee. Gaan we naar beneden. Nou, waarom moet je hem ook slaan met een... Weet ik niet. Wat is er wat zit toch ook weer daarin? Wat zit erin? Niks. We hebben één blazerrot, blaze dingetje nodig. Oké. Natuurlijk hebben we dat ook weer niet. Die hadden we. Alleen die hebben we opgemaakt. Waarom? Weet ik niet meer. Nee, natuurlijk hebben we het hier ook niet. Waarom hebben we altijd alles tekort? We leven echt in armoede. We hebben één blaze powder nodig, hè? Een guestje. Een guestje hebben we wel. Dat dachten we ook over de... over de blazerrot. Ja, hier. Echt? Wat een leuk grapje, Rick. Dat is leuk, hè? We hebben geen blazepowder. Geen blazerrot, niks. Nee. Ook niet in het spannende monumenthuis. Nee, ook niet in het monumenthuis natuurlijk. Maar echt hebben we twee blazerrots nodig, want ik heb er ook één nodig. Oh, ik heb twee blazepowder gevonden. Echt? Waar? Ja, blazepowder. Eentje voor Rick. Ja. En... eentje voor Justin. Eentje voor Rick. Nee, je hebt er maar één nodig, Rick. Heb je ook een enderpearl? Nee. Rick had er toch één? Ja, die is nu op. Hij heeft nu een Eye of Ender. Ik wil zeggen, ik heb nu een Eye of Ender, inderdaad. En we hebben nog één guest in nodig, dus zoek even. Jongens. Heb je hem? De ender chest! De ender chest! Ik vind dit een mooie plek hier. Niet hakken, dan krijg je alleen een beetje obsidian. Dat wil je niet. Ik ga een ender eye krijgen. Enderpearl in de nether. Oké. Ja, doe jij je ding. Ik kan beter naar de end gaan. Heb je hier nog één blaze powder? Nee, je kan beter naar de end gaan. Dat is precies wat je zegt. Ik bedoel, je kan beter naar de nether gaan. Waarom ik ga wel met je mee. We gaan al... nether, ja, omdat de end zo ver weg is. En de nether kunnen we direct gewoon doen. Ja, maar dat spannen niet altijd. Dan moet je eerst naar zo'n blauwe biome. Dat is ook Nee. Let op. We vinden binnen no time hebben we hier gewoon vier een en seconden. Enderman gevonden. 4,5 seconden. 1, 2, 3, 4, half, oh, drie kwart. En een half. Een kwartje. Een kwartje. Hallo. En? Wat? Heb je er een, Rick? Nee. Jij zou er eentje vinden. Nee, ik zei... Jij zei 4,5, toch? Ik zei 8,3. Oh, dan moeten we nog even doortellen. Hey, Justin! Hey, heb je er eentje gevonden? Nee. Heb je ook glowstone? Waarom zoeken we een enderman? Wat doen we? Jij wil een respawn anchor wil jij hebben. Nee, een endcrystal. Wat? Waarom wil je die? Ja, en die andere mag ook, die glowstone. Ja, die ben ik nu aan het halen. Kiek. Ja, twee puntjes te gilliketeerd, hè? Hoe? Wat? Wat zei je? Twee puntjes te gilliketeerd. Twee puntjes te... Oh, tegelijk. Ik te gilliketeerd. Ik denk, wat zeg jij nou? Maar dat kan ik niet. Hebben jullie ook glowstone? Want ik ga nu glowstone hakken. Ja, ik heb glowstone. Ik heb ook glowstone. Ja, maar ik ook. Ik ook. Ja, ik heb het ook. Nee, maar jij hebt het niet. Mag ik die enderpearl, Max, van jou? Welke enderpearl? Ja, jij hebt het toch alleen. Ik ben echt druk. Ik ben onderweg naar die soul biome. Helemaal voor jou. Nee, sorry hoor. Je moet gewoon even geduld hebben, jij, Just. Altijd hetzelfde met jou. Altijd ik en Rick mag weer stikken. Ja, daar ben ik het dan wel mee eens, maar... Nou, dat is echt niet lief. Nee, dat klopt. Wow. Rick, wat zeg je ervan? Ik ga nu weg. Is hij al weg? Oh, hij zegt weg. Ah, ik word aangevallen. Hey, hadden we nog... Ik ben er weer. Ik ga dood. Hey Rick, hoe is het? Oh. Ja, gaat goed. Nee. Weet je hoe mijn dag beter wordt? Nou. Oh, als Max dan ook echt even doodgaat. Nee. Doodgaan doe ik niet aan. Nou, ik ben in zo'n poep soul biome. Helemaal voor jou, Justin. Wat dan? Ja, om een enderpearl te vinden. Voor mijn leven hier aan het vechten. Ja, ik heb hem. Hey, puntje voor Justin. Hey, maar wat?
Je hebt toch een enderpearl nodig daarvoor? Nee, voor die endkristal. Je wil serieus een endkristal maken? Ja, die moet! Oh mijn god, oké. Okay. Ja, ik ben nu in zo'n soul biome. Daar vind je meestal endermens, toch? Ja, denk ik. Oh, volgens mij spannen die endermens in die blauwe biome, of niet? Ja, dat klopt. Oh nee, ben ik helemaal voor niks hierheen. Nee. Oh, ik ben helemaal voor niks deze kant op gerend, want die spannen ze helemaal niet. En ze spannen in die blauwe biome, besef ik nu. Ze spannen volgens mij helemaal niet in deze... Ze spannen in een blauwe biome. Oh. Daarom heb ik zei letterlijk, je kan beter naar de end, want anders moet je helemaal naar zo'n blauwe biome en nu weten we niet waar die is. Ik dacht dat het deze biome was. Ik heb me helemaal vergist. Auw. Wat ben je allemaal aan het doen, Justin? Justin, als je hem nu verpest... Lodestone. Oh nee, Justin. Nee. Heeft hij dat met Netherite gedaan? Ja, een lodestone. Heeft hij één Netherite voor verpest. Justin. Oh, ja, maar uiteindelijk hadden we hem wel nodig. Dat weet ik. Ja, maar... Hey, Justin is tenminste aan het zorgen dat we dichter bij de endcities komen, Erik. Ik zie jou dat niet doen. Een lodestone, dat is echt de meest zonde wat ik ooit heb gehoord. Altijd al een chestplate. Oh, ik ga dood. Ik ga dood. Dat is prima. Oh mijn god, ik leef. Ik leef. Oh, mijn poepinarikunde. Moet ik even mee helpen? Nee, maar hou je mond nou gewoon even, Erik. Dan kan je helpen. Nee, grapje. Zeg alles wat je wil. Ik ben terug en ik ga niet meer de nether door. Je stikken maar in jullie enderpearl. Ik heb net genoeg gevonden. Wat is het thema? Ik heb een goed thema voor deze aflevering. Nee, ik heb hem al een thema genoemd. Oh, bedrog. Nee, ik ga hem een ander thema geven. Mislukt. Zo, vind ik een beter thema voor deze aflevering. Hoezo? Ik heb mijn uiterste best gedaan. Even kijken hoor, we gaan even kijken. Ik vond bedrog beter. Justin heeft drie puntjes, just out. Ja, Justin heeft 3 puntjes, daar ben ik wel trots op. Ja, dat bedoel ik. Het zijn toch dingen die je ergens vast moet zetten. Vast moet stellen, ja, dinges, ja. Duidelijk. Jongens, ik vind het mooi geweest. Ik wou zeggen, ik ga hier op bed zitten, ik ga niks meer doen. We hebben ons best gedaan, we hebben echt zo ons best gedaan deze aflevering. We hebben 3 items in totaal verzameld. We wilden naar de end gaan, maar ik moet zeggen... Rick, de prank op Rick is wel goed gelukt aan het begin. Ja, dat is waar. Die is wel heel goed gelukt. Een schrikkelijke aflevering. Hoezo? Ja, ik denk, ik ben 1 keer weg en dit is wat er... Ik denk dat ik niet meer terugkom. Ja, maar Rick, ik heb ook een aflevering gezien waarbij ik de hele aflevering door de grond werd getrapt. Maar jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel waarin Justin en ik de Ender Dragon hebben verslagen. Heel succesvol. En dan nu spreek ik laat glaasje water. Tot de volgende keer.